Nou, u mag gaan zitten. Nou, eigenlijk al de beurt. Ja. Hij zit 60 jaar in het vak. Kapper Theo Poot uit Rotterdam-Vreewijk. Zijn klanten komen uit het hele land en ze zijn vooral heel erg trouw. En het record is voor meneer Notenboom. Die komt al 60 jaar. Ja, daar stond hij. Als een bedeesde jongen, echt waar, stond hij te wachten dat hij de mensen mocht gaan scheren. Of tenminste, inzepen. Scheren mocht hij nog niet eens. Hoe oud was u? Ik was 14 jaar. Ja. En u? Nou, ik denk 20. Dit vind ik het verschrikkelijkste van. Ja. Dan heb ik, oh ja, dat is zo koud, hè? Een koude douche. 60 jaar in het vak, ja, het is ongelooflijk. Ja, dan moet u het een mooi vak vinden, dat kan niet anders. Ja, anders stop je. Als je geen zin meer hebt, dan zeg je, nou ja, kapper mij. Goed. Wat maakt het dat u telkens weer terugkomt naar deze kapper, naar Theo? De trouw die hij heeft en ook het, ja, het vertrouwen wat ik hem heb. Ik bedoel, hij laat altijd die spiegel zien. Op de laatste jaren heb ik gezegd, Theo, dat hoeft voor mij niet meer. Het is goed. Het is echt. En hij is er altijd. Waar blijft de tijd? Want weet je, het is... Je kan je niet voorstellen dat je hier al zoveel jaar staat en dat ik hier al zoveel jaar in deze winkel kom. Nee. Ja, maar wat is een jaar? Ja, af en toe zeg ik, oh, is het alweer een jaar geleden? Nou, ja. En dan zeg ik, ik hoop dat Theo nog lang het zou kunnen blijven doen, echt waar. En ik denk namelijk, menig klant die hier komt, en het kan waarderen dat Theo, nou ja, toch ondanks alles wat hij heeft, toch blijft komen en blijft gaan, echt waar. Tot kijk. Tot kijk. Goed weekend. Ja, tot ziens. Het beste. Bedankt voor de koffie. Groetjes. Dag. Ja.